zaterdag. Ik word wakker met hoofdpijn. We hebben echt geen reet in huis qua eten. Het is echt heel erg. Ik zit er serieus over na te denken om nu maar gewoon even naar de winkel te gaan. Kijk, en hierom baal ik als ik nu zeg maar in de stad zou wonen. Of in ieder geval iets meer bewoond gebied. Met zeg maar meer dingen buiten. Dan kon ik nu lopen naar buiten mijn fiets te halen. Maar dat kan nu niet. Dus nu moet ik gaan. Ik denk serieus. Zeg maar, ik heb gedoucht en ik heb echt een soort van super chill outfit aan. Ik denk dat ik nu even ga rijden naar de supermarkt. Oeh, en die dingen moeten nog naar de stomerij. Vandaag op de planning. Sporten als in boksen. Ik ga mijn trainer voorstellen vandaag aan jullie. Boksen en daarna met Nasir en Annie chillen. Ik moet mijn zaterdag video nog editen. Dat wilde ik eigenlijk nu doen, maar ik moet even. We hebben gewoon niks. Weet je wel, dan vind ik Bambix. Maar we hebben geen enkele vorm van melk. Ja, we hebben die dikke kokosmelk. Maar dat was dus echt geen ontbijt kokosmelk. Dat was om te koken meer. Ik heb allemaal pindakaas en dat soort dingen. Ik heb niks om het op te smeren, weet je wel. Oh, ik heb het punt in huis bereikt. Dat is gewoon echt niks is. En het komt er volgens al bij maar niet van de boodschap te doen. Dus ik ga even naar de supermarkt. Denk ik. Gewoon letterlijk niks te eten. Niks. Ik ben bij de supermarkt. Weet je wat ik heerlijk vind aan vroeg bij de supermarkt zijn? Het zijn over het algemeen is de gemiddelde leeftijd wat ouder van de bezoekers. Er hangt zo'n heerlijke, relaxte sfeer. Oh, die clipjes zijn niet goed. Zie je niet dat? Denk het niet. Anyway, zeg maar, en dan rond 3 uur 's middags, zo begint het al vaak druk. Nou, dan zijn die clipjes weer niet goed. Hè? Zo. Door de week probeer ik altijd voor 3 uur te gaan. Omdat dan is het gewoon echt nog vooral vroeg in de ochtend. Als het net open is. Oh, heerlijk. En dan na 3 uur begint het druk te worden. Dan komt iedereen met kinderen. En gewoon iedereen. Mensen beginnen op een gegeven moment van hun werk te komen. En zo, en dan is het druk. Het liefst ga ik lekker 's ochtends. Maar ja, het is nu zaterdag. Boodschappen. Let's go. Oh ja, mijn droom is om naast of boven een supermarkt te wonen. Dus ook gewoon 3 keer per dag. Dat is zeg maar de hele benedenverdieping. Of naast of whatever. Is 1 grote koelkast. Stel je voor dat je gewoon in je pyjama naar beneden loopt. Is er iemand die dat heeft, die mij volgt? Hoe is dat? Hoe is dat om naast of boven een supermarkt te wonen? Ik denk echt oprecht dat ik daar heel gelukkig van zou worden. Oh ja, boodschappen. We zijn binnen. Waar sta ik al eerder? Yes, ontbijt. Hummus, zogdroge tomaten, rucola. Ik heb voor de kindertjes toch wat lekkers? Dit krijgen ze echt, nou, 1 keer per maand misschien. Hooguit. Omdat ze altijd droog eten en zo. Manies. Manies. Kijk er liggen. Kijk er liggen. Manies. Heb je het al door? Kijk eens wat ik heb. Kijk nou hoe cute. Zie hem eens derping around zoals altijd. Kijk. Voor die kindertjes. Ineens zijn ze dan BFF, zie. Hey. Zie maar hoe gemeenerd hij is. Kijk hem durpen, hij weet gewoon nog niet. 1, 2. Hoppakee. Doe maar. Ik heb mijn spulletjes gepakt. Water, handdoek, trui had ik vorige keer dus helemaal niet bij mijn boxen. Hoe awkward is dat? Ik kom daar aan en zo, waar is je water, waar is je handdoek? Dat heb ik bij mijn personal trainer, ligt dat altijd klaar. Oh, ik hoop niet dat ik nu als een soort van verwend kind overkom, maar ik ben het gewoon gewend. Bijvoorbeeld Foef, die traint 1 keer in de week met Tess en die gaat nog naar de sportschool. Dus die is dat gewend. En ik ben het soort van, het is uit mijn systeem dat ik zo gewend ben om aan te komen. En hier is je water, hier is je handdoek, dat. Ja, maar goed, ik heb het nu bij me. We gaan eerst langs Foefjes moeder nog even op bezoek. Een paar uurtjes en dan naar Schiedam. Foefje gaat gezellig mee. Neem wel eens laptop mee om daar te werken, maar gewoon. Ja, let's go. Let's go. Wij zijn net bij Foefjes mama op bezoek geweest. En we gaan nu door naar Schiedam, waar ik ga. Foefje is erbij voor het eerst. Heb je je laptop wel meegenomen? Ja. Oké, ik heb me voorbereid, hè. Let's go. Ik heb nog spierpijn. Ik sport hier trouwens bij Budo Sport. Kom mee, Foef. Oké, ik ben er. Dit is mijn trainer. Hallo. Hi. Vertel hoe je heet en ik denk dat mensen je wel kennen. Ja, mijn naam is Don Diego Poeder en ik mag jou trainen. Ja, leuk. Hij is heel big al hard en zo. Dus ja, voeg je ze bij vandaag. Oh,
ben klaar. Het was echt, hoe leuk was dit? Hij was heel cool. Hij is echt tof. Hij is ook echt tof. En ik zat ook alleen maar gewoon met een big smile. Ik vind het ook echt zo leuk. Hij is eigenlijk gewoon unbeatable. Hij is unbeatable. Maar hij heeft ook 18 keer gewonnen op KO, hè? Van de 27 keer dat hij heeft gewonnen. Zoiets, ja, bijna 30. Zoiets was het. Ja. Oh. Super nice. Ik zie trouwens een RV en ik raak alweer getrouwd. Ik krijg gewoon flashback van. Dat is een beetje, maar dit zijn ja. Wat? Ja, van dat hele gasgedoe. Nee, het was hartstikke leuk, maar ik moet wel denken aan dat hele. Nee, daar moet je niet aan denken. Je moet alleen aan leuke dingen denken. Ja. Oh, dit is zo leuk! Oh. Wij zijn weer thuis. Ik heb gedoucht, ik heb een beetje opgefrist. En dan zie je en die komen zo langs, heel gezellig. En ik heb pijn in mijn hele lijf. Dus ik. Ik moet even bijkomen van dit. En dan heb je Siem. Dit is hoe ik me liever voel. Zoals Siem zich nu voelt. Siem. Oh, hij is altijd stiekem met die palmboom bezig. Kijk hem liggen dan. Dat hoofd, echt. Hij heeft een heel karakteristiek hoofd. Siempie. Joehoe, Siem. Oh, ik word genegeerd. Nou ja, zeg. Nou, dag. Bezoek! Hallo! Ja? Ja? Dat zijn onze nieuwe cups. Kijk, die hebben we in Amerika gekocht. Kijk, ik voel de barman. Zit allemaal drankjes aan. Dit is de meisje. Een goede barman ook. Kijk even naar haar Marnies die je neemt. Mag ik ook een stukje van de. Ja. Oké, en die energieën zijn naar huis. Het is 1:15. Ik ga nog heel even een boxwedstrijd kijken. Het is 3:00 en ik ga vlogs editen. Moet gewoon gebeuren, Birmingham vlogs. Yay. Hallo, Juicy Bam Bam. Die trui is echt zo leuk. Ja, hè? Die kleur staat je ook echt gewoon goed. Wauw, en dat voor oranje? Ja, nou, het staat mij niet, maar het staat jou wel. Dat is zo gek. Fofie is een warm typeje en ik ben echt een cool typeje. Dus wij zijn echt opposites wat dat betreft. Toen ik hem had gekocht in Japan was. Ja, en meer van ik zou hem niet komen. Ja, hij is echt leuk. En meer voor de? Wat? Je zei? Oh, ik denk voor de eerste. Ja, en het is voor jou leuk, maar voor mij. Maar... Leuk, hè? Ja, ik vind hem zelfs leuk met die broek zo. Ik ook, en dan had ik die andere. Wacht, let op. Ja, daar gaat hij hoor. Welke schoenen moeten erbij? Oeh, kijk of mensen weten wat hier en bijzonder aan is. Ik had een blauw petje. Oh. En deze schoenen? Ja, moet je even iets dichterbij laten zien, want je bent nu heel ver weg. Hmm. Valt het jullie op dat deze. Komt dit model jullie voor? Hmm. Deze van mij. Ja, nu verklap je het wel heel erg. Oké, dan halen we dat eruit. Blauw. Het is nacht. Oeh, ik ga slapen. Ik heb lekker vooruit zitten editen. That's it. Morgen gaan we langs bij Nick en Josh. Super zin in. De baby zien. Ik ga de vlog afsluiten. Wel rusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye bye bye.